Hoi allemaal, welkom terug in mijn atelier. Ik ben Jody, ik heb een creatief bedrijf en ik maak onder andere glazenloden en sieraden. En vandaag wil ik een vervolg doen op het vorige filmpje wat ik heb gemaakt. Het is al even geleden, maar een van de meest gestelde vragen naast wat het verschil is tussen glazenlood en Tiffany is hoe ik mijn sieraden maak door middel van smelten, want ik heb geen oven. Dus ik ga jullie heel kort laten zien hoe ik werk met een speciaal potje wat in je magnetron gaat. Want je kunt glas smelten met je magnetron. Hoe tof is dat? Dit is mijn hotpot. Het is letterlijk een potje, een klein oventje die in je magnetron past. Je hebt er ook een grotere van. En zoals je ziet, het buitenmateriaal is van een soort van heel lichtgewicht steen. Dit isoleert. En aan de binnenkant zit een laag waardoor die dus van binnen heel snel warm wordt. Dat echt naar binnen stuurt. En dat dus daar ook vasthoudt. Daardoor wordt dit soort hoppotjes tussen de 5, 15, 20 minuten in één keer ontzettend warm. Hiermee kun je dus glas laten smelten. Hij is volgens mij ook te gebruiken voor onder andere keramiek, emaille. En zoals zilverklei afbakken. Maar ik gebruik hem dus voor het glas en lood. En ik gebruik daar ook verschillende soorten glas voor. En daar ga ik jullie een paar dingetjes van laten zien. Een van de dingen die ik graag gebruik om te fusen in mijn hotpot is restglas. Ik maak glas en lood. Ik hou daar glas van over. En daar zit gewoon ontzettend veel super tof glas bij. Met prachtige kleuren. Waarom zou ik dat wegdoen? Waarom zou dat de Clico ingaan of voor mozaïek of wat dan ook? Als je er kei toffe sieraden mee kunt maken. Kijk, dit is prachtig. Dit is hip. Dit is, ja, super. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dit glas. Ik hoop dat het een beetje uitkomt. Het ziet er een beetje grijs uit op de camera, maar het is lila paars. En dit is dus wat er gebeurt als je hem smelt. Je krijgt prachtige lagen en kleuren. Dit glas is ook echt letterlijk restglas. Dat betekent dat ik niet weet wat het uitzettingscoëfficiënt is. En dat is iets wat je wilt weten als je bijvoorbeeld kleuren wilt gaan combineren. Dus bij dit soort glas gebruik ik letterlijk ook maar één kleur en niks anders. Wil ik graag sieraden gaan maken met heel veel verschillende kleuren of met laagjes, dan moet ik weten wat het uitzettingscoëfficiënt is van glas. Dus dat het allemaal op dezelfde manier uitzet en krimpt tijdens het fusen. En dan zijn er heel veel mogelijkheden, want dan kom je dus in glas wat dus te combineren valt met elkaar. En bijvoorbeeld met die toffe laagjes erin waarmee je al die metallic dingetjes kunt doen. Ik heb hier toevallig een ketting om met zo'n laagje. Dat kan niet met dat restglas. Stel dat je met deze hobby wil beginnen, is dat iets waar je over na moet denken. Maak je glas en lood en je wil dit erbij gaan doen, dan kun je dit keigoed combineren met je restglas. Maar dan moet je rekening houden met het uitzetten. Lijkt het je leuk om je echt te verdiepen in hele bijzondere abstracte sieraden? Dan ga je kijken naar glas wat je met elkaar kunt combineren. En dan zijn er natuurlijk heel veel mogelijkheden wat je daarmee kunt doen. Ik wil jullie nog even heel gauw kort laten zien hoe dat eruit komt te zien als glas smelt in de hotpot. Ik heb wat voorbereid. Onder het glas zit vilt met papier. Dat is speciaal papier. Dat is voor de oven bedoeld, zodat het allemaal niet vastplakt aan elkaar. Dan krijg je een mooie laag aan de onderkant. En dan gaat hier zo meteen de deksel op, gaat het in de magnetron. Dat duurt een kleine 5 tot 10 minuten voordat hij warm is. Dan ga ik ook kijken hoe ver ik hem wil laten smelten. Wil ik hem dus helemaal laten smelten tot een gladde steen? Of wil ik dat je de vormen nog kunt blijven zien? Dat zijn allemaal dingen die je uit moet kunt proberen met zo'n hotpot. En als het dan eenmaal klaar is, ga ik jullie een kleine sneak peek laten zien. Het probleem is dat ik het niet heel uitgebreid kan laten zien. Want dan koelt hij te hard af zonder de deksel erop. En dan kan het ook weer kapot gaan. Dan kan het breken door de shock
van de koude lucht van buiten en de warmte van de steen. En ik ga jullie straks even het eindresultaat natuurlijk laten zien. Want dat is natuurlijk het allerleukste. Want op het moment dat het warm is, zie je de kleuren niet. Je ziet niet hoe het eruit komt te zien. Dat zie je pas als het helemaal echt afgekoeld is. En ik zou zeggen, kijk gewoon met mij mee. Ik heb hem net uit de magnetron gehaald. Ik heb mijn speciale handschoenen aangedaan. Dit is heel heet, ondanks dat het isoleert. En als je er aan de bovenkant in kijkt, kun je zien dat het heet heet is. Dus wat we kunnen doen, is eventjes zo spieken. En dan doen we hem gauw weer dicht. En dan laten we hem minimaal een uur staan. En dan kunnen we straks het eindresultaat zien. In de tussentijd denk ik dat ik letterlijk dit eventjes allemaal een beetje ga opruimen. Want ik ben niet de allernetste. En af en toe moet dat gedaan worden. En dan heb ik straks het eindresultaat. Hij is afgekoeld, dus we kunnen nu gaan kijken wat het eindresultaat is geworden. Van dat rode gloeiende karamel naar een prachtige steen. Dit is dus waar ik het voor doe. Dit eindigt dus niet in de vuilnisbak als restmateriaal. Maar van dit naar dat naar een prachtige sieraad. Dit is wat ik zo tof vind van glas. Je kunt er zo ontzettend veel dingen mee doen. Lijkt je dit nou ook een leuke hobby en heb je vragen? Dan zou ik zeggen, stel ze hier beneden. Ik wil er na de zomer meer mee gaan doen. Misschien ga ik wel een leuke serie beginnen met allemaal techniekjes die je kunt doen met de hotpot. Ik ga van het najaar ook beginnen met wat workshops op locatie met de Tiffany en dergelijke. Dus hou alles even goed in de gaten. Je vindt mij op Facebook, Instagram, klein beetje TikTok. En hopelijk spreken we elkaar heel snel. En tot een volgend filmpje, toch?